In de voorafgaande video's hebben we gezien dat er steeds meer verlichte denkers komen en dat er een aantal daarvan toch wel ideeën hebben over het bestuur, waarin zij toch kritiek hebben op de manier waarop een koning op dat moment zijn rol invult. En het stomme is dat we eigenlijk tegelijkertijd in diezelfde periode, dus zeg de 16e en de 17e en de 18e eeuw, zien dat er vorsten zijn die eigenlijk steeds meer de macht nog verder naar zich toe trekken en absolute vorsten worden. En dat is zo'n kenmerkend aspect uit tijd van 6. Wat voortkomt uit die uitbreiding en de centralisatie van de macht van de vorsten, dat ze al eerder hebben gedaan. En dat absolutisme, dat hield dus in dat er een staatsvorm was waarbij de koning alle macht heeft en alleen aan God verantwoording hoefde af te leggen. Oftewel, de vorst die kan alles in zijn eentje beslissen. Hij mag natuurlijk wel met de anderen overleggen, maar uiteindelijk ligt de soevereiniteit echt bij die vorst alleen. En hoe legitimeerde die vorst dat dan? Nou, via dat droit de vin, dat we ook al in een eerdere video hebben gezien. Dat goddelijk recht om te regeren. God heeft mij aangewezen als zijn plaatsvervanger op aarde om over dit volk, om over dit land te regeren. En ga je tegen mij in, dan ga je dus feitelijk ook tegen God in. Dat was de boodschap die zo'n vorst aan zijn bevolking gaf. Nou, de bekendste absolute vorst uit de geschiedenis is Lodewijk de 14e. Die in Frankrijk zal worden opgevolgd door Lodewijk de 15e en Lodewijk de 16e. Soms kan het allemaal heel logisch zijn. Hij is ook een van de machtigste vorsten uit de vroegmoderne tijd, sowieso. En wat deed Lodewijk de 14e dan en wat deden zijn opvolgers dan in Frankrijk om de macht steeds verder naar zich toe te trekken? Nou ja, daarvoor moesten zij natuurlijk allerlei politieke maatregelen nemen. Want ze moesten de macht bij de adel weg zien te halen. Ze moesten minder afhankelijk worden van de adel. Want die adel die hadden ze nodig voor het uitvoeren van hun bestuur. En die hadden ze nodig voor de oorlogsvoering. Want die vochten namelijk mee en die leverden soldaten. Nou, en om de uitvoering van het bestuur anders te laten verlopen, zonder die adel, zorgde de koning dus voor, Lodewijk de 14e in eerste instantie, dat hij steeds meer gebruik ging maken van ambtenaren. In die gebieden van die edellieden, daar hielden voortaan ambtenaren toezicht op het bestuur. En die rapporteerden aan de koning. En die zorgde er ook voor dat het bestuur werd uitgevoerd. En om ervoor te zorgen dat de koning, als hij oorlog wilde voeren, niet de hele tijd zijn handje op moest gaan houden bij zijn edellieden, stelde Lodewijk de 14e een staand beroepsleger in. Een staand leger wil zeggen dat er een leger wordt ingevoerd dat er ook in vredestijd is. En het zijn dus echt mensen die betaald worden om te gaan vechten. Het werd gewoon een baantje. In plaats van dat je als boer ineens door je lokale edelman werd opgeroepen om mee te gaan vechten omdat de koning dat zo graag wilde. Nee, je werd gewoon soldaat. Dat was je werk. En vanuit het paleis van Versailles, waar we hier slechts een kleine fractie van zien op dit plaatje, zorgde Lodewijk de 14e dus voor dat hij steeds meer grip kreeg op dat Franse bestuur. En vooral dat hij die adel dus steeds weer onder controle wist te houden en dat hij er minder afhankelijk van was. Maar dat kost natuurlijk wel allemaal geld. De koning had veel belastinginkomsten nodig en daarom moest er ook op economisch gebied wat gebeuren. En daar had Lodewijk de 14e zijn minister van Financiën Colbert voor. En die kwam met het systeem van het mercantilisme. Dat zijn maatregelen die er werden genomen om de eigen economie te beschermen en om de eigen economie ook vooruit te helpen. Aan de ene kant werd ervoor gezorgd, middels dat mercantilisme, dat de Franse producten in het buitenland meer gekocht werden, zodat de export omhoog ging. Dat kon je bijvoorbeeld doen door Franse boeren of Franse ambachtslieden subsidies te geven, waardoor die producten in het buitenland goedkoper verkocht konden worden en dus aantrekkelijker waren. Maar aan de andere kant moet je er ook voor zorgen dat de Fransen minder buitenlandse producten kochten, want dan zouden ze meer Franse producten kopen. En dat doe je door de import te belemmeren, door bijvoorbeeld hoge invoerheffingen te heffen. Nou, en dat mercantilisme was heel erg belangrijk, want de Franse economie groeide, daardoor kwam er meer geld beschikbaar en daardoor kon de koning dus meer belasting vragen, waarmee hij dus zijn ambtenarenapparaat en zijn leger in stand kon houden. En met dat geld kon hij ook de Franse cultuur natuurlijk veranderen, want daar wilde een absolute vorst ook controle over hebben. En op het gebied van het geloof betekende dat bijvoorbeeld dat er één staatsgodsdienst kwam. Dat was ook de enige godsdienst die was toegestaan. Lodewijk de 14e was een katholiek. Dus het protestantse christelijke geloof, dat werd verboden in Frankrijk vanaf 1685. De Franse protestanten die hadden altijd een bepaalde mate van godsdienstvrijheid gehad, maar Lodewijk de 14e besloot dus in dat jaar van nee, ik ben katholiek, dus alle Fransen zijn katholiek. En de Franse protestanten kregen de keuze om of zich te bekeren tot het christendom, of om te vertrekken uit Frankrijk. De wil van Lodewijk de 14e was wet, want hij was immers absoluut vorst. Op het gebied van de wetenschap en van de kunst,
stichtte Lodewijk de 14e en ook zijn opvolgers en ook al een voorganger trouwens, allerlei academies die de kunst en de wetenschap bevorderden. Daarin werden de beste kunstenaars of de beste wetenschappers bij elkaar gebracht, zodat ze samen verder konden werken. En zeker die wetenschap was belangrijk, want er werden allerlei nieuwe uitvindingen gedaan als je knappe koppen bij elkaar bracht. En die uitvindingen konden bijvoorbeeld ook betere wapens opleveren. En dat was natuurlijk wel fijn voor de oorlogsvoering. En op die manier probeerde Lodewijk de 14e en zijn opvolgers dus als absolute vorsten steeds meer grip te krijgen op de Franse samenleving. En we zullen gaan zien in het vervolg van deze historische context wat dat voor gevolgen heeft voor die Franse samenleving.